Hoi, ik ben net naar Vals geweest, een film van de regisseur van Dennis Bots. Met in de hoofdrol Romy Gevers in de rol van Kim. Het gaat over vier vriendinnen die op de vooravond staan van hun eindexamen. En de vrije dagen voor hun eindexamen nog even willen besteden om samen op vakantie te gaan met z'n vieren. Er zijn drie vriendinnen die al heel lang vriendinnen zijn. En eigenlijk is er één nieuwe vriendin bijgekomen. Waardoor de dynamiek tussen de drie vriendinnen eigenlijk verandert. Ze gaan naar de Ardennen. En twee van de meisjes die zijn er al eerder geweest. Eentje toen ze klein was. En de andere omdat ze wel eens met haar vriendje, van wie het huis eigenlijk is, mee is geweest. Ze gaan daar in de winter naartoe. Het begint heel hard te sneeuwen, waardoor ze eigenlijk een beetje ingesneeuwd raken, zeg maar. Een beetje verwijderd raken van de bewoonde wereld. En dan gebeuren er allerlei dingen die best wel angstaanjagend zijn. Een paar hele goede schrikmomenten dat ik echt eventjes omhoog moest springen. Gelukkig had ik geen cola in mijn handen deze keer of een bak met popcorn. Een hele goede film met een hele goede plotwending eigenlijk wel. Op het einde ik krijg toch een heel ander beeld bij de meisjes dan dat je van tevoren had. Wat wilde ik nog meer zeggen? Voor een Nederlandse film vind ik het eigenlijk wel een hele goede film. Ik denk dat die voor iedereen wel mooi is om te zien. Misschien niet heel erg diepgaand of iets dergelijks, maar er zit ook niet echt een levensles in of zoiets. Het gaat over vriendschap, het gaat over jeugdtrauma. Ja, ga gewoon kijken en geniet er gewoon van. Niet veel bij nadenken. Ik denk dat ik deze film een 7 geef. Ik vind het voor een Nederlandse film echt een goede film. Ga kijken. Doei.